Maar daarbij de Rubbelse potjeher nooit vergeten. Bedankt, Jack. Jack, hi. Om hier ook aanwezig te zijn. Modest, uw pa, de Mobiaan dus, en ik genieten allebei grote bekendheid, ja. De ene met een cowboyhoed op zijn duivenkot, met de lichtjes van de Schelde in zijn ogen, en deze hier met heel veel verschillende hoedjes op. Soms spraken, soms snorren, baarden, of gewoon soms met niks in mijn puren. Maar die foto's heb ik niet laten zien. Ik wil zeggen, er waren foto's bij waar ik geen pruik droeg en toen ik nog haar had. Hè. Een loopbaan van een leven vol theater, film, televisie, van spelen. Personages. Als ik al die foto's zie die hier net geprojecteerd worden, dan word ik als het ware een beetje moe van mezelf. Maar bon. Hier staan we dus, wereldberoemd, in Vlaanderen. Maar ja, we hadden dromen en we hebben ze proberen waar te maken. Het is een lot uit de grote loterij. En ook soms toeval dat je ergens op deze blauwe planeet mag geboren worden waar je de kans krijgt te ontdekken wat uw mogelijkheden zijn. En de gelegenheid hebt om uw talent te ontwikkelen. Merci Muziekacademie Boom. Merci Boom. En wanneer je in uw latere leven terugblikt, dan begint je pas te beseffen waar je vandaan komt. Ja, uw wortels, ja. Uw roots. Ik noem dat graag de smaak van uw humus. Zoals bij champignons, weet je wel? Ja, de champignons riekt. Dan riekt het bos, de blaren, de grond waar ze gekweekt zijn. Die een oerreuk, dat instinct. Die intuïtie, ah wel. Mijn humus riekt naar boomse potjeher. Met ook wat Engelse aftershave, ja. De John. De Vlak. Gekend als die lange Engelsman, hier. Maar vooral mijn daddy. Strand hier door Wereldoorlog 2. Als Normandy veteran in de Kapelstraat. En is zeer welkom omdat hij bij zijn eerste bezoek een zak kolen meebrengt. Ik zal dat zelfs vertellen. José Amelings van de naam van de Lemdewinkel, dochter van Philomijn en Evarist Vlak, valt op deze galante jongeman in zijn knap Royal Air Force uniform. Het resultaat van deze bevrijding is gekend. Want die staat hier voor u. Weet mijn vader, er was een bal tijdens een oorlog in de technische school. Ik heb dat al dikwijls verteld, maar ik doe het nog eens voor zij die het niet weet. En mijn moeder was dan met een chaperon, een meisje van het Rood Kruis ook, ja, ambulancierster. En mijn vader stond daar met zijn uniform, real cream boy, een Tommy. En hij moet gevraagd hebben, ik was daar niet bij, hè. Ik was er nog niet. Would you like to go to the movies? En mijn moeder sprak geen woord Engels en dat soort van. Yes, yes, nice move. En uit die spraakverwarring ben ik er gekomen, ja. En dan van die zak kolen, onwaarschijnlijke verleidingstruc de volgende dag. Mijn grootvader, Evarist, was nogal een patriarch zo. Ja, hey, we weten wat die Engelsen hier komen doen. Met ons meskes vrij, hè. En mijn vader had in de kazerne waar ze zaten, aan een van zijn vrienden gevraagd om met een ambulance even een zak kolen te laden. Dus die belde in de Kapelstraat 36 aan en de deur gaat open. Wie is dat daar? Mijn grootvader. Wat is die lange? Die Engelsman. En hij heeft een zak kolen bij. En mijn grootvader zei, laat die jongen maar binnenkomen. Want kolen in de oorlog, dat kwam goed van pas. Voilà, spraakverwarringen dus. Spraakverwarringen. En als kind is dit al bepalend voor mijn grondsmaak. Het zal mij alert houden. En me later intuïtief naar het theater leiden. Want
Zo is er bijvoorbeeld die Engelse taalbarrière van Danny. Want hij sprak toch een beetje zo, dat weet je. Hij probeerde Vlaams te spreken. Booms. Geef ze allemaal een ronde. Wat meen je dat hem eigenlijk wou zeggen? Geef ze een tournee en al. En we zijn er later achter gekomen dat Rhythm Boulevardum voor Daddy eigenlijk een reden om de varum was. Spraakverwarringen. Maar men respecteert en aanvaardt een mens pas ernstig wanneer je dezelfde taal spreekt of toch die moeite doet. Wel, mijn Britse vader heeft dat geprobeerd en heeft het respect van de hele boom gekregen. En dat ervaar ik nog elke dag. En de boomse kwaliteitshemden van mijn moeder, bij de namelings, waren dan ook wereldberoemd in de ganse Ruppelstreek. Ik woon met mijn ouders in bij mijn grootouders. En met zoveel mensen onder één dak ontstaan er plezante situaties. Daddy was kraanman op de Boomse metaalwerken. Dus zonder die hemdenwinkel hadden wij het waarschijnlijk niet zo breed gehad thuis. Mijn moeder was een bijzonder gedreven zakenvrouw. De mensen helpen met kiezen van een hemd of een plastron. De kleur, de maat, de kwaliteit, de modetrends. Dat was niet zomaar verkopen, maar vertrouwen. In vertrouwen de klant te dienen en tevreden maken. Dat was altijd haar leuze. Maar dat inwonen bij mijn boomse grootouders, mijn Britse heb ik trouwens nooit gekend, was wel praktisch omwille van die winkel, maar gaf ook wel spanningen. Mijn grote vader, vroeger een rabbiter geweest, en die ging bij mijn onkel Prasper in Café Imperial op de hoek van de Loire, wel eens een pintje drinken. En soms wel eens een pintje te veel. In mijn groetemoe, dat was ook geen gewoon film. En dat ging dan niet goed, want dan waren twee karakters tegenin. En dan waren er spanningen thuis, aan tafel. Dan werden de betatten, voor mijn groeten voor, zonder woord op tafel gezet. Beeld zonder klank. Een week lang. Pas op, tegen mij, tegen mijn ouders sprak ze. Op de groeten van, weer totaal genegeerd. Dat was theater, hè. Voor mij was dat mijn Nederlandse leerschool van spelen. Je zat daar in een spanning dat je dacht, wie is er na dood? Of wie gaat er speed dood? Dat was voor mij theatraal. Besef dat je pas later krijgt. En zo geweldig schoon. En grappig. Ik weet het dan nog niet, maar die observaties uit mijn jeugd zullen mij later van pas komen. Het is de creatieve rugzak die je vult en meedraagt tijdens je werk als acteur of regisseur of als leraar. Spel. Wanneer ik vandaag in het ouderlijk huis in de Kapelstraat binnenkom, dan hangt daar nog de geur van het verleden aan. Maar door dat grote achterraam zie ik ook het nieuwe boom ontstaan. Het urbaniseren naar morgen. Een hedendaagse woonwijk voor nieuwe mensen. En soms sluit ik dan even mijn ogen en verbeeld me door datzelfde grote achterraam het decor van de oude steenbakkerijen van weleer. Die heet de ringoven. De potjeherstekers voor de steenmaker. De gamsters leggen stenen te drogen. Het zandkot. Het machinekeskot voor de wagonnetjes. Die drie ogen schouwen wat verder.
waar voor mij als kind duveltjes opkropen, want die waren de schouw aan het kussen. De bassin waar nog schepen werden hersteld. De geur van teer en pek. Van natte potscherblaren. De rotte eireuk van de klamsteenovens. Het roepelslijk tijdens de warme zomeravonden. Het was en is nog steeds mijn humus. Het was een levende film. Het prikkelde mijn instincten en intuïties. Dat ruwe werkvolk van het gelijk, dat daar keihard in een boterham kwam verdienen. Sterke, brutale, maar oh, zo pure en schone mensen, waar je vandaag Piet van Aken moet voor lezen om ze nog te herkennen. Of de film Hel gaat zien, om in een zwaar dagelijks labeur te beseffen. Ze kwamen bij mijn grootmoeder en later bij mijn moeder op de winkel om een gekleurd karokes werken voor in de wijk. Of een schoon wit en voor zondags. Een ceremonieën voor in een tra. Of voor hun kloon, voor hun kloon communicantjes. Proberen. Ze spraken het platste boom, zodat ik alleen maar kan proberen na te praten. Maar zo schoon en zo levendig. Hé, goh. Het zijn rap vroemsen, hè. Want ik moet mijn blaffeteren nog scheren. Ik moet een bisp van vier heren hebben. Wat even rond. Die boemse onnefritters. Potscher muziek klanken in mijn oren. Ze maakten ook luid ruzie, maar ook veel plezier. Dansten en zongen bij het feest van Sint-Peter tot vroeg in de morgen. In de café vlak over ons, de deur. En hielden me wakker tijdens de schoolexamens van die warme junidagen begin de jaren 60. Ze zaten s'avonds tot laat in de straat nog voor hun voordeur en wisten over iedereen wat te vertellen. Soms roddelen, maar ook wijze levenslessen vol gezond verstand. We kenden elkaar en spraken met elkaar. Er was, hoe noemen ze dat van jullie ook weer, sociale cement? Verbondenheid? Niet iedereen zat toen al binnen op dat tv-kastje naar thuis of naar familie te kijken. Nee, thuis was over de deur. En iedereen was een beetje familie. Als jong ventje was het heel plezant om in boom op te groeien. Zoveel gekeken. Zoveel geluisterd. Zoveel geleerd. Ontmoetingen die me wakker maakten en die sporen lieten in mijn diepste wezen. Mijn humus. De Kapelstraat was een straat die tussen twee gelijken lag. Eronderdoor liepen bruggen die de ene put met de andere verbond en waardoor er treintjes met wagonnetjes reden. Van de Lusjes naar de Loven. En meer dan andere straten van het centrum waren de kinderen van de Kapelstraat de kinderen van het gelijk. Wij speelden tussen de steenmakers, de gammers, de uitdragers. Wat tegenwoordig nog alleen in brochures of op die musea ziet. Van het steken van de klei tot het bakken van de steen. Voor al die mensen was het hard werken. En ik was daar aan het spelen. Ik stond erbij en ik keek ernaar en maakte het allemaal mee. De kleiputten waren de speeltuin van mijn yesterdayland. Volgende maand in juli is het de speeltuin voor Tomorrowland, waar dan heel de wereld, afspraak heeft. Het maakt me
nostalgisch, trots. De volgende weekend is er in Boom Theater aan het Water, toch? In die tijd had in Boom elk jaar een Marja-stoet. Allee, weet ik nog, heb ik meegemaakt. Talloze figuren kwamen aan de straat op om allerlei bijbelse taferelen uit te beelden. De vlucht van Egypte, gesminkt met baarden. Ik weet nog hoe bang ik was als vijfjarig manneke toen ik in de Blauwstraat witte zand op knipsels. De Swa van Dijk ineens Judas zag spelen, denk ik. Die Jezus verraden. En ik stap er een meter af. Ik ben daar verschoten. Verschoten. En die Christus viel op de grond, just even de stront van een van die peren. En allee, ik heb daar de shock van mijn eerste theaterervaring gehad. Achteraf wou ik dat dan ook doen. Maar iets soberder. Ik heb daar voor de eerste keer de krachtige impact van toneelspelen gevoeld. Voilà. En pas 55 jaar later, tijdens het filmen van Aspen in Brugge, en bij het zien van de bloedprocessen, zeg ik, maar enfin, dat was er in Boom ook al, die bloedprocessen, maar dat heet de Marja's doet. Enfin, we waren ook de kermiskoers van de jaarmarkt, waar ik ooit als 11-jarig jongetje in de auto die vroor de ontsnapte coureurs reed, met de vlag, met een micro, mocht zeggen, twee renners ontsnapt. De nummer 53 en de 71. Het was een droom die in vervulling ging. Allee, ja, later heb ik mijn blauw licht ter Brugge mogen rijden. Dat was ook wel iets. Maar dat is mijn humus, ja. En ik ben zo dankbaar. En vooral trots. De magische ontmoetingen ook. Te mogen filmen met Hugo Claus bijvoorbeeld. Magische ontmoetingen. En werken met zoveel geweldige regisseurs. De onverwachte ontmoetingen. Zoals de vroegere Tante Ria van onkel Bob. Mijn latere echtgenote, Mimi Petermans. Een wonderlijke decor- en kostuumontwerpster. Une grande dame in het theater die mij met zoveel stijl en elegantie bij de hand nam en me het vertrouwen schonk om op een podium te staan en voor een camera. De ontmoetingen die met een vruchtbaar besef mijn levensparcours verlicht hebben. Mijn Fabienne, die ik rond deze tijd, exact 2 jaar geleden, ten huwelijk vroeg. De 10 juni 2014. Akkoord? Is niet gelogen, hè? Timing heet dat. En waarmee ik de voorbije 28 jaar al zoveel geweldige en moeilijke, maar ook zoveel droeve, zowel droeve als schone intense momenten heb gedeeld. U gaat uw handen nog vol hebben met deze Nierenburger, manneke. Merci, vrouwke. Merci. En bedankt, lieve Bomenaars. Ik zie u graag. In deze erentitel, ereburger van Boom, zou ik aan 2 mensen willen opdragen. En dat is mijn auntie, mijn tante Margriet, de zuster van mijn moeder, en mijn onkel Alex, mijn neef en nichtje zitten hier. Kinderen. Waarom? Omdat Anti, en alle respect voor de teksten die u voorlas en die literaire, maar in augustus, onder een boom, zij heeft met woord zo schoon boom neergepend
met zo'n kennis, met zo'n ontroering en grappigheid, met bonnamen, allerlei onwaarschijnlijke goede teksten. Je gaat er van langs krijgen in augustus, als het gekomt. Maar zij heeft verwoord toen al wat rond mij zweefde. En ik heb haar teruggevonden naar het einde van haar leven toe. En met een onkel Alex Vink, je zult dat misschien al in je bibliotheken bestaan, die boom heeft proberen te vatten. Zijn geschiedenis heeft neergepend, documentair bijna, met foto's ook. Hun sensibiliteit, hun liefde voor boom, heeft mij doordrongen en heeft mij voor een deel ook opgevoed. Voilà, dus als u mij toestaat, wil ik dat graag aan hen opdragen. En ik draag het ook op, en dat heb ik al gezegd, aan deze muziekacademie voor woord en ja, muziek. Waar ik zelf, ik zou hier niet gestaan hebben, moest die academie er niet geweest zijn. Ik heb de chance gehad van daar twee fantastische pedagogen te mogen ontdekken. Simon Papon, mijn stem, mijn taal heeft zij gevormd. Els van Kant heeft mij de liefde voor de teksten geleerd, de klassiekers, noem maar op. Zij hebben mij de weg gewezen en de rest heb ik zelf gedaan, akkoord. Maar het ging niet vanzelf en ik heb met mijn ouders gevechten gehad. Want ik was de kliever, ik zat in een diamant en ik zei, ik wil acteur worden. En ik heb bijna tot het einde van hun dagen blijven bewijzen dat ik de juiste keuze had gemaakt. En dat jullie mij vandaag bekronen met deze ereburgertitel, moesten ze het horen. Merci.